Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Zinkie en ik ben verdrietig, mijn auto is stuk. Ik was aan de rondrijden, kijk! Ik knalde tegen de paal, glazen ruiten eruit, bumper eraf. Dat is absoluut een bumper, dat heb ik correct. En ik moet echt even naar de ANWB kijken. Dit is zo niet goed. Maar leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik hoop dat jullie het zien hebben. Ik ga vandaag gewoon weer lekker een vrije dag houden. En er gebeuren altijd zulke gekke dingen op een vrije dag. Hij rijdt gelukkig nog wel. En ik koop wel een nieuwe. Dat komt wel helemaal goed. We gaan in ieder geval even richting de ANWB. Want ik weet niet, ik vind het op een vrije dag lekker altijd als andere mensen doen. Kan ik een beetje zeggen hoe, kijken hoe hun het doen. Een beetje afkraken en zo. Gewoon dit standaard ritueel wat ik altijd. Toe. Dat is toch leuk? Dus veel plezier met kijkers en dan... doe mijn camera weer aan mijn naam weer. Abonneer eventjes en like dus de video. 2000 likes. Kijk! Die is de AWB. Hoi! Stop, AWB. Ik heb je nodig. Ik heb jullie nodig. Ik heb ze nodig. Hallo? Hey! Huh? Hoi! Hey! Wat doen jullie nou hier? Hey, oh, god. Ik wilde naar de ANWB, kijk, mijn auto is stukken. Wat doen jullie nou niet? Gekke outfits. Oh, ben jij van de ANWB vanavond? Kunnen jullie mijn auto repareren? Normaal repareren dat... jullie auto. Ja, dat komt. Wacht. Ik ga even de Italiaan zeggen of we jou gaan helpen. Huh? Meneer is weg. Dan gaan we het zelf doen. Kunnen jullie dat zelf wel dan? Ja, ze gaan zelf rijden. Dat komt helemaal goed, joh. Maar... Ik zet hem even op de stoep. Ook even op de stoep. Doe dat eens even. Meneer, nou ben je even aan de kant achter mij. Gerrit, ik pak er geen reisgrapjes. Pak jij de reis op? Wat leuk dat jullie hier zo met z'n tweeën zijn. Sinds wanneer werken jullie bij de ANWB, zijn jullie niet veel te oud daarvoor? Nee, kijk eens aan, ik heb toch geen reisgrapjes. Kijk eens aan, normaal repareren jullie auto's, maar nu repareren jullie mijn auto. Wat leuk, dus waarom ben jullie bijna mee? Mag ik mee vandaag? Ik dacht dat jij jouw automonteur van jezelf was. Ja, daar ben ik ook, daarom ben ik extra goed. Hompie dompie, het is helemaal een soepentje, wat heb je er allemaal mee gedaan? Ik ben tegen één paaltje aangeknopt, meer niet. Ja, vooruit is ook gesproken. Ja, dat is één paaltje en die heeft alles kapot gemaakt. Wacht even, ik weet dat we dat moeten fixen. Hoe is het met je, Gerard? Ja, wel goed. Waar was jij? Ik was jou heel lang kwijt. Pardon? We waren film aan het maken bij je winkel en ineens was je weg. Camera was leeg en toen moest jij nieuwe batterij halen. Ik ging nieuwe batterijen halen en toen kwam ik... Nee joh, ik heb de politie helemaal gebeld. Je hebt mijn auto meegenomen. En die heb ik uiteindelijk weer kunnen vinden. Ja, klopt. Ik moest nieuwe batterijen. Het is zeg maar, jullie hebben zeg maar geen ruiten en motorkappen in de bus liggen. Oh, die heb jij mee? Nee, die heb ik ook niet bij me. Die liggen in de garage. Moeten we helemaal daarheen? Ik kan hem meenemen. Ja, maar dan komen we net vandaan. Ja, 100 meter verder. Neem mijn auto maar mee. Ik ga wel met Toos en Gerard mee. Ik rij. Je mag niet rijden in de auto. Gerard, als jullie heel veel wachten op mijn collega weer, dan kunnen jullie weer met z'n drieën verder. Wij stappen in de auto. Maar Henkie, wat kwam jij hier doen dan? Dat zeg ik. Mijn auto was toch stuk? Oh ja, je zag ons rijden. Je denkt, die moet ik hebben. Jullie kwamen er net uit. Ik keek, daar staan we mee. Toen waren jullie het ineens. Wat raar. Zo, kunnen we verder? We kunnen weer verder. We kunnen weer verder. Top. Zo. Hoppakee. Waar gaan we heen? Henkie. Wat? Draai maar weer terug. Wat is er dan? We moeten daar toch zijn? Dat weet ik toch niet. Ja, Toosie. Hey, Toosie. Hey, Henkie. Hey, Gerard. Henkie, je zit bij mij achter het stuur. Ik zit niet achter het stuur. Nee, jij hebt problemen. Ja, maar Gerard haat is een beetje een probleem. Ik word er moe van. Gerard is een beetje senil aan het worden. Hey, ga je wel in die auto? Mijn auto. Nee, joh, wat denk je dat je mijn auto kan stelen, joh, gek? Nee, joh, ik zet hem alleen even hier neer, joh. Dan kan ik hem afslepen. Maar waar ga ik hem niet toe brengen dan? Naar de ANWB. Dan is het goed. Hoe was jouw Sinterklaas, Henkie? Was het Sinterklaas? Ja, heb je ook cadeautjes gekregen? Waarom heeft niemand dat tegen me gezegd? Ik heb helemaal geen cadeautjes gekregen. Waarom was je niet braaf geweest? Ik denk dat ik helemaal geen cadeau... Ik was denk ik niet braaf. Oh, heb je een cadeautje voor me? Heb je een cadeautje voor me? Misschien straks. Misschien straks? Ja. Oké. Echt waar hoor, echt waar. Oké, dat geloof ik helemaal. Ik heb alleen de optocht hier in Roeveen meegemaakt. Hand aan de boek. Wat? Waarom doe je dat? Henkie, ja? We hebben een klein probleempje. Je auto staat op het dak van het tankstation. Hoe komt hij daar nou weer? Wat? Hoe komt mijn auto daar nou weer terecht? Toos, heb jij dat gedaan? Heb jij dat gedaan? Wegvliegen. Hoe kan dat nou?
Heb jij mijn auto daar gezet? Nee, ik dacht dat het altijd een grapje was dat jouw auto kon vliegen, maar hij kan echt vliegen. Hij kan natuurlijk niet vliegen, maar we moeten maar afhalen. Auw, hoe klimmen we nou op die tak? Hoe gaan we dit doen? Meneer, meneer, hoe gaat u me afkrijgen? Daar heb ik wel een maniertje voor. Wacht, nee. Kom maar goed. Nee, we moeten er zelf ook op kunnen komen op het dak. Nee, dit komt helemaal goed. Ja, ik zie het, ik kan via de snelweg erop springen. Dit gaat goed komen. Nee, nee. Wat gebeurt er nou? Ja, mijn auto vliegt. Hé, wat gebeurt er? Hé, hoe kan dat nou, kijkers? Mijn auto. Hé, stop nou. Nee. Oh, ik moet naar beneden. Ik moet naar beneden. Au, au, au. Hé, joh. Hoi, Henkie. Meneer, mijn auto vliegt. Hey, kom naar beneden. Ja, maar mijn auto vliegt. Hoe kan dat? Ik snap er niks van, Gerard. Mijn auto springen. Kan je dichterbij rijden? Misschien kan ik instappen. Misschien kan ik instappen, rij hem hiernaast. Waarheen? Ja, hiernaast, misschien kan ik instappen. Henkie! Ja. Nee, dat wil niet, Henkie. Kom naar beneden! Nee, ik wil mijn auto... Au, 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 oké. Okay. Ja, hey. Mijn auto vliegt, Henkie. Henkie. Ja, ik zag het! Henkie, als jij gewoon verder rijdt met mijn collega in de dienst, dan als je terugkomt, is de auto in de AMB. Maar hoe kan dit dan? Ja, ja, dat weet ik ook niet. Ja, dat zal toch goed zijn. Kom. Nou, geen hier maar verder, nee, dan komt het helemaal goed. Ik vind mezelf een goede monteur, maar dit vind ik wel echt wonderbaarlijk wat hier gebeurt. Ja, dat ben ik helemaal mee eens. Is het een vogel? Hey, fijne dienst. Een vliegtuig? Nee, dat is het niet. Het is Henkie's auto die je aan de hemel ziet. Oh, Henkie, kijk dan, hij vliegt echt. Ja, ik vind het zo raar. Daar gaat hij. Wow. Hij kan echt vliegen. Wat leuk. Wow. Wat toch, leuk. Oh, hij kan natuurlijk mooi naar binnen. Oh, nee, wacht. Hallo meneer, moet uw auto gemaakt worden? Dan moet je even tegen zijn bumper en een trap krijgen. Volgens mij zit hij los. Wat zeg je? Volgens mij zit zijn bumper los. Oh, dan moet ik even vallen. Oh, auw, auw, auw. Wat bedoel? Ligt de stad ook wel eens bij jullie op, totdat je echt denkt dat je niks meer kan zien? Ja, dat is op het moment aan de hand. Ja, hoe los ik dat op? Dat heb ik niet. Heb ik geen last van. Nee, hoe kan dat? Oh, zijn bumper zit ook los. Meneer. Zijn bumper zit los, Toos. Ik kan u helpen. U mag zeggen ja of ik nee. Ik zie ook bij Gerard. Maar ik ben deze avond van de ANWB. Zo. Oh. Oh jee, oh jee. Rennen open! Oh. Rennen open! Rennen! Rennen open! Hij komt achter je aan! Ja, oh, is op je mouw! Oh. Oh. Open, Gerard! Toos! Pas nou op je mouw! Toos! Oh, Toos, doe nou voorzichtig! Gerard, help! Nee. Waarom is alles zo licht? Oh, ik zie bijna niks, joh. Oh, alles is zo lichtgevend. Kunnen we nou eindelijk gaan beginnen? Ja, dat hoop ik wel. Ik hoop het ook, antwoord. Oh. Laten we snel in de bus stappen. Komen we dan ik wat word heel boos. Ik word verdrietig. Het was al heel lang, maar ik word het alleen maar erger. Kan je mee? Ja, ja. Hoi. Hey. Of wat is dit? Toos, oh, Toos. Toos. Toos, we zitten wel heel dicht op elkaar, hè? Dat is wel leuk, of niet? Je steekt uit je mouw! Hey Toos, ik heb jou nog nooit zo van dichtbij gezien. Ik zou ook niet. Maar voor de altijd... Ziet er wel een beetje hengig uit zo van dichtbij. Je bent echt oud. Altijd, altijd iets voor de eerste keer, hè? Nou, ik ben oud! Ja! Ja, toch? Je hebt alleen, je hebt geen oogleden. Jij kijkt alleen maar naar boven. Is Henkie blind? Jij kijkt ook naar boven. Jij kijkt ook, wat ben jij aan het dromen of zo, Toos? Gerard, hoe is het met jou? Ja, goed. Ja? Hebben we een melding? Hoe heet hij ook alweer? Stefano. Stefano, hebben we een melding? Ja, het is Christopher, maar we hebben nog geen melding. Oh, maar sorry, ik ga gewoon naar een hele drukke plek toe. Sorry, Antonio. Oh, dat is een drukke plek. Ik ben zo benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd. Wat zit jij erbij, zeg? We zitten echt heel dicht op elkaar. Ja, ze is gezellig aan tafel. Ja. Hey, kijk ik nou heel blij? Ja, je kijkt best blij. Zou ik ook even blij kijken? Kijk ik nou heel boos? Ja. Waarom kijk je boos? Wat is er? Waarom staat u met één band op? Toos, wat doe ik nu? Op je gaat met je wenkbrauwen. Hier heb ik een knipoog. Nee, hoor. Wat is er met je gezicht? Heb je beroerte, Toos? Moeten we de ambulance bellen? Nee, Gerard! Toos heeft de beroerte. Ik druk op de mout. Jongens, we hebben een melding. Oh, we hebben een melding. 55-65-05 met OC... We hebben een Ferrari in de prak. Ferrari in de prak? Ja. Is het een Ferrari, meneer? Geen idee. Nee, het is een busje van PostNL. Oh. Gompie dompie, ja, dat is toch niks aan? Daar hebben we toch niks aan. Hé, hey, Toos. Nee, maar wel. Ja. Gerard, weet je nog wat we hier omhoog klommen? En naar beneden sprongen. Dat is al lang geleden. En dat ik geen parachute had. Ja. Ja, dat is voor mij. Toos, wanneer word jij 95 eigenlijk? Dat is een goeie, dat ben ik vergeten. Of was jij geen 94? Jawel. Nee,
Ik ben 96. Oh ja, je gaat al bijna dood, jongen. Hey. Nee, ik word heel oud. Hoe oud? Heel oud. Hoe oud? Heel oud. Oké, dan is het goed. We zijn er. Zijn we er. Nou, waar kunnen jullie dit regelen met z'n allen, joh? We gaan er helemaal op los. Nou, Gerard, pak jij de kist erbij? Dan gaan we allemaal even sleutelen hieraan. Zo, niks aan de hand, joh. Antonio, wat moeten we doen? Zo, hoppakee. Wat moeten we doen, Antonio? Toos, je kan me niet pas helpen. De last als het in de ogen komt, doet echt pijn. Hé, wie moeten we helpen? Hallo, met die bril, met die kale kop. Hallo, kun je dat zeggen of niet? Hey, jullie zijn wel klantvriendelijk. Goddompie, dompie, man met een stropdas. Van wie is die auto? Ze zijn allemaal sprakeloos. Grompie, wat nou? Gewoon aan de slag gaan, joh. Gewoon aan de slag gaan. Gerard, kom even hier naar achter. Dan gaan we duwen. Duwen, Toos. Gerard, duwen. Duwen. Nee, duwen lucht. Duwen. Waar is Gerard? Oh, jullie zaten in elkaar. Maar de jongens. Ja, we gaan luisteren naar jou, Antonio. Hij mag gewoon op de weg blijven, want Rijkswater staat in zijn zak. Auw. Wat moet jij doen, Toos? Regelen, ik doe de motorkap van even op. Zo, ik maak wel foto's, Toos. Ik maak foto's van het toestel. Moet je wel verlachen, hè? Hij kan niet open, alleen de achterbak kan open. Alleen ik maak wel van het plaatselijk foto's in de achterbak. Wil je nog een nieuwe televisie? Zou dat kunnen, Toos? Ik maak wel foto's van de plaatselijk. Hoi, dat is mooi, Gerard. Meneer, wat jij aan de kant voor de foto's? Wat nu, meneer? Want... Heb je al in de motor gekeken of niet? Nou, nee, dat kan niet, want die motorkap zit vast. Heb jij geen racerkist bij je? Ja, die staat hier naast. Heel veel rook. Ja, dat is een beetje klein. Die gaat je bijna aan. Dankie. Op je man. Doet zoveel pijn. Ja, we moeten... Deze auto's zijn nog belangrijker, moment. Zo, ik zou... Ja, nee, dat snap ik. Toos, ik weet de oplossing. Nou, ik ga even een stukje weg. Ik weet het. Doei. Ik ben snel terug. Geen hart. Waar word ik de hele tijd aangereden? Gaat het denk ik? Maar ik word twee keer achter elkaar aangereden, joh. Meneer, heeft u een lift nodig? Nee, joh, ik hoor bij deze oude man. Van mij mag je dit dan wel losproeven en kijken als je dat kan vervangen. Oh, oké. Okay. Heb jij een schroevendraaier bij? Ik heb een schroevendraaier bij me. Wacht maar even. Zo, Toos, welke wil je? Kies maar eruit. Die platte. Hier, pak hem maar uit, laat je. Ja, deze. Oké, top. Top, dan leg ik hem terug. Nou, wat leuk dit, hé. Wat leuk. Henkie. Ja? Je moet wel handschoenen aan, het is heel heet. Dat komt goed. Ik heb een hele vaste... Waarom zei je niet dat het heet was? Oh, ja, geen probleem. Ik denk, ik kan het toch gewoon vastpakken. Ja, het is het slangetje, jongens. Het is het slangetje. Maar dan moeten we een nieuwe carburateur uit de bus halen. En dan kan je die andere halen. Iets nieuws uit de bus halen, dat kan ik heel goed. Ik haal het wel maar uit de bus, daar ben ik goed in. Wat ga je vervangen? De carburateur. Ik bedoel, sorry. Ik zei het verkeerd. De cabaretier. Sorry. Ja, de cabaretier is hier jou. Ik heb hier de nieuwe cabaretier voor je. Hier is de nieuwe cabaretier. Carburateur. Oh ja, nu heb ik een cabaretier gehaald. Ja, dat is ook goed. Dat is ook goed, oké. Wat is er, Gerard? Je bent weer ontdooid. Hoe bedoel je ontdooid? Ja, je rug was bevroren. Nou, dat zou vast koud zijn. Ik had dit mijn handen verbrand. Henkie. Ja. Kom van die vrachtwagen af. Ik kom er nou aan. Ik luister niet meer. Hey, doet het wie? Sorry. Hij doet het. Hij stond nog in zijn versnelling. Sorry. Hij stond nog in zijn versnelling. Oh. Ja, je moet oppassen. Kijk, Gerard, die heeft nu veel meer pijn dan ik, joh. Gek. Help mij even overheid. Oh ja, kom maar uit. Kom maar, 3, 2, 1. Ja, zo, hoppakee. Nou, knalt er nou weer iemand tegen mijn auto aan. Meneer, de auto is klaar. Gerard. Ja. Kan je eens kijken of de klep werkt? Moet heel even testen natuurlijk. Oh ja. Alleen de achterklep. Ja, de achterklep. Even kijken of die werkt. Ik vraag me dat namelijk af, want ik weet niet... Auw! 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 Auw!